Adide wo ko di pasada so ube cha ya tolifu eno ube kon giyo aba na studi finasire. Awa gamba lang rek sani cha go aba finasire fu studi giden yonku wang gide student di e go asiko ete. E meke ufene fa no du fu cha ywan tui de deal fu na presentasia di mugi reglijnen na de student fa fu aksi en kisi studi finasire. Even ter verduidelijking, Ganesh van TBN Prime Alert. De bedragen die u hebt aangegeven, 225 SRD tot 2000 SRD, gelet op de sociaal-economische ontwikkeling in het land. Hè? Hoe reëel, hoe praktisch zijn die bedragen voor de studenten? En ja, ik vraag me af of ze wel uitkomen wanneer ze zo'n bedrag lenen. Voor uw vraag. We hebben het bewust niet al te hoog gehouden, want als je hem hoog houdt en ze hebben daarnaast nog collegegeld en inschrijfgeld, hebben ze aan het einde van de studie een te hoge schuld. We hebben als bank natuurlijk ook dat we de studenten moeten beschermen. We hebben zorgplicht als bank en daarom het is een bijdrage. Moet het niet volledig dekken de kosten. Want in feite heb je een ouderbijdrage ook. We gaan ervan uit dat de ouders ook moeten dat ze inkomen met een deel. En wij komen met een deel in. En dat is een bijdrage, het is niet volledig dekkend en bewust ook. Omdat je natuurlijk de student niet wil opzadelen met een hele hoge schuld aan het eind. Want de student lost vaak genoeg niet af tijdens de studie. En de rente loopt wel vanaf dag 1. Dus aan het einde, als de student is afgestudeerd, heeft die al een hoge lening. En ja, als student moet je nog een baan zien te vinden. En je wilt daarnaast natuurlijk ook jezelf opbouwen. Je moet nog een perceel kopen en dergelijke. Dus we houden het bewust niet heel erg hoog. Is een bijdrage. Ja. En dat gezegd hebben wat u daarnet zei, kunt u dan aangeven wat het eindbedrag wordt? Ik weet dat het afhankelijk is van het studietype die je hebt gekozen. Maar wat is het eindbedrag waarop ze meestal eindigen en moeten aflossen? Oké, zeg maar als je een maandelijks leenbedrag neemt van 2000 SRD. En we, ADEC als voorbeeld, we rekenen, we reserveren direct. Dus als je een aanvraag indient en je bent in jaar 1, reserveren we direct budget voor jou voor 4 jaren. Dan is het 2000 maal 48 maanden is al 96.000. Maar zeg maar, als je nog het inschrijfgeld wil, dan komt dat nog 4 jaar erbij, het inschrijfgeld. Praten we over een hbo-onderwijsinstelling, dan zeg maar, praten we over wat? €1700 per jaar aan collegegeld, plus nog eens 96.000. Dan begrijpt u hoe hoog die lening uiteindelijk wordt. En je wilt een student niet opzadelen met een te hoge lening. Waar hij zich nog wilt gaan opbouwen. Ja. En voor zij die niet aflossen, ja, welke dwangmaatregelen wordt er getroffen vanuit de bank? Ja, we hebben natuurlijk een aantal incassomaatregelen, maar we zijn geen commerciële bank, we zijn een ontwikkelingsbank. Wij kijken ook naar de draagkracht van de studenten. Wij maken progressieve aflosafspraken, dat bieden we gewoon aan. Zeg maar als je bent afgestudeerd en je hebt een baan en je kan nog, ja, zeg maar als ik het uitreken en je moet 2000 SRD aflossen en dat is nog veel te hoog, dan kijken we wat kan je wel. Dus we kijken echt wat kan die student zich op dit moment permitteren om af te lossen. Wij zeggen los dan minimaal de rente af, begin alvast daarmee en dan gaan we steeds evalueren na 9 maanden of na een jaar. Dan evalueren en kijken we oké, kan je nu meer permitteren en dan zo maken we steeds verhoogde aflosafspraken. Ja. En heeft u gevallen van waar studenten na afstuderen niet hebben afgelost? Je hebt altijd default studenten natuurlijk, maar wij hebben onze incassomaatregelen die wij dan treffen.